Yo, kijkers van Watchjagger, welkom bij deze nieuwe video van Kingdom. Doe alvast eventjes dat duimpje omhoog en geniet van deze leuke nieuwe aflevering. Dit is een verhaal uit oude tijden. Een eeuw waarin er oorlog en verschil in idealen steeds vergroot wordt. Empire, die steeds meer betrokken werd bij de tirannie van koningen, liet Zera in de steek. Tiranen verbanden hun trouwste bondgenoten om de mening van het volk te kunnen waarborgen. Hierdoor trokken mensen met hun droom en passie naar Zera om daar hun droom waar te maken. En ik ben daar één van. Dat wordt een blauwe plek. Wat doen twee jokers bij mij in de cel? Zo, waarvoor hebben ze jou gepakt, rooie? Tja, inbreken is dus niet echt voor mij weggelegd, zeg maar. Inbreken? Bij wie heb je ingebroken dan? Bij mij. En zoals je zelf toch zegt, het is niet voor je weggelegd. Vanwaar deze cel? Een mes is dus niet voor jou weggelegd, zeker? Een mes is een te makkelijke uitweg. Nee, ik laat jou liever zitten. Het zal je leren van mijn spullen af te blijven. Prima. Dus wanneer kan ik eigenlijk uit deze cel? Over een jaar of... wat zullen we zeggen? 50? Ja. Echt waar? Ja, en als je het niet erg vindt, dan ga ik nu naar de veiling. De nagel is namelijk de kers op de taart van de veiling vanavond. Het had maar 100 gouden blokken kunnen kosten. Maar ja, toch niet. Ah, deze man heeft de hertog geprobeerd te beroven. Wat een boef. Ah, de boef. Hey, maak je maar geen zorgen. Boef, we komen er binnenkort wel uit. Ja, dat doen we. Ik kom hier nooit meer uit. Ik zit hier al een week. Laat me eruit! Wat gek hier. Oké, jongens, het is tijd. Uit die cel. Hup. Jij ook. Wat gaan we doen? We moeten er al over een uur wezen. Waar moeten we over een uur zijn? De rechtszaal. En nou, opschieten. Oké. Rustig. Omdraaien. Oké. Hup. Geen wapens. Ik hoop nou niet dat dit het eind is. Kunnen we nog wegkomen of zo? Doorlopen. Ja. Loop toch eens door, man. Blijf vanaf. Doorlopen. Oh, en hij ook nog eens. Fijn. Zo. Dat zul je ze hebben. Nou goed, iedereen is er. Welkom, iedereen. Vandaag hebben we 3 mensen die een zonde hebben begaan. Zo zijn hier 2 landverraders en een dief. Laten we het gewoon heel simpel houden. De dief heeft geprobeerd mijn drakennagel te stelen. Deze drakennagel. De straf hiervoor is dat je beide handen afgehakt worden. Wat? Zodat je leert met je gore tengels van andermans spullen af te blijven. Handen? Het bewijs leg ik nu in de kist. Zo. Nu de andere criminelen nog. De Jokers zijn een criminele organisatie die de straten van Silverport onveilig maken. De criminele organisatie is door elementleiders uitgeroepen tot een illegaal verbond. De straf hierop is de doodstraf. Laat je horen als je het hiermee eens bent. Dit is een fout om op te komen voor je idealen. Wat? Hier boven, simpele zieletjes. Wachters, greep die joker. Het is niet zo snel. Maak iedereen af. Oké, mijn spullen en de nagel. Oké, we moeten hier weg. Ik denk dat jij het verstandig is voor jou om mee te komen met ons. Prima. Hey. Nou, ja, we zijn er. Zit je niet aan mijn basis of zo? Nee.
spectaculair. Het is altijd mooi om chaos te verspreiden onder het volk. U was geweldig. Ja, geweldig, baas. Jullie waren er dom om gevangen te worden. Jullie mogen op jullie knieën. Op jullie knieën voor mij. Het spijt me, baas. Ja, het spijt ons. En wie is die rode? Dat is de boef, baas. Ah, een rode boef. We noemen hem de brandende. De brandende bandiet. Ja! Geweldige naam, baas. Dus brandende bandiet. Wat ga je doen met die nagel? Dat is voor mij een weet en voor jou een vraag. Een boef met temperament. Zo inspirerend. Deze vent doet echt heel vreemd. Dit klinkt misschien een beetje overhaast. Maar zou je onze organisatie willen versterken? Wat? Je hebt me gehoord. Onze organisatie. Versterken. Ik denk niet dat ik geschikt ben daarvoor. En om eerlijk te zijn, ben ik het niet eens met jullie ideeën. Dus je slaat mijn genereuze offer af. Pijnlijk. Maar vooruit. Denk erover na. We kunnen altijd een goeie van dit gebruiken. Wat was je naam eigenlijk? Ja, weet je, ik houd het in mijn achterhoofd. Tot ziens. Hé, wat was je naam? Ach, laat me ook zitten. Ik heb de nagel. Wat moeten we nog meer hebben? Oh ja. Nu alleen nog het hart van een grafschender. En hiervoor moet ik naar de Empire Ruïne. Dat is dichtbij, maar het wordt nacht. Misschien dat we het nog net halen. Oké. Het Empire Fort. Ik ben hier in mijn eentje. In het donker, dan zitten ze hier meestal. Oké. Het is hier eng. In het donker. Maar dit is mijn enige kans. Ik heb mijn zwaard bij me. We gaan rustig naar binnen. Rustig. Leon, je kan dit. Je gaat dat hard vinden. Oké. Eens even zien. Oké. Hallo? Is er iemand? Hier? Hallo? Nee? Oké, hier is niemand. Leon, je hoeft nergens bang voor te zijn, je kan dit. Waar, oh waar is dat beest? Hallo? Oh! Wat is dat? Wat was dat? Hier? In de kelder? Nee. Hier is niks. Oké. Leon, rustig. Dit ding moeten we even ommantelen. Huh? Oh. Nee. Het is te donker om iets te kunnen zien. Oké, wat is hier? We gaan hier naar boven. Ik zie iets. Hier? Ik zo mistig. Ik zie helemaal niks hier. Oké, we gaan naar achter. We gaan kijken of daar iets is. Oké, rustig, Leon. Zie je iets? Ook niet. We moeten toch wel naar boven, denk ik. Zie je een trap? Oh. Hier was een trap. Toch een ladder. We gaan hier naar boven. Oké. De volle maan. Zo donker, ik zie niks. Oké, we zijn de top van de toren. Waar is die grafschender? Hier? Ook niet. Fuck is dat beest?
Zou je toch ergens moeten zijn? Ian had gezegd dat ze hier zouden moeten zitten, dus... Ik viel bijna naar beneden. Pak hem! Het graf schende zijn hart. We hebben hem. Ik kreeg een hartaanval hier, man. Oké. Nu met het goede nieuws moeten we hier weg. Oké. En snel. Wie is dat? Ja, pas in Empire!